Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe eitje. Of kindersurprise eitje, kindereitje, vet, lekker, chocola, yeah, lekker. Dit is mijn derde video die ik maak, want er zitten 3 eitjes in 1 pakketje. Vorige keer van, willen jullie een like geven? Bij 115 likes doe ik het derde eitje open. Jullie gaan voor 318 likes, what the fuck? Ja, het rare nog steeds is zeg maar, ik koop zeg maar zo van die eitjes met minions erop. Hier, minions. En op de achterkant staan ook allemaal poppetjes, maar... Als ik dan zo'n eitje open, dan zit er een random zebra in en allemaal andere troep. En dan had ik zoiets van, ik kocht hem meer voor minions, zeg maar. Maar blijkbaar is het gewoon een verleiding. Het is gewoon verleiding. Het is gewoon van, koop mij. Want ik zit helemaal niet in een eitje, maar dat boeit niet. Gewoon lekkere onzin die erin zit. Het is misschien leuk om een keer wat anders te doen. Ik heb al een keer van, hoe open je een kindersurprise? Hoe eet je hem op? En misschien is het wel een leuke manier om op een hele originele manier het volgende en laatste eitje te openen. Ik heb hier een perforator. Het eitje is te groot om hier tussen te komen, dus dat niet. Ik kan wel hier doen. Kijk, hier tussen en dan... Lukt niet. Het eitje is echt super stevig. Kuppakee, kijk. Je kan hem in ieder geval openen met een perforator. Oh, nu komt er... Oh, er wordt troep, jongens. Het zijn allemaal kleine stukjes. Verschrikkelijk. Het is dat ik honger had. Weet je wat me ook leuk lijkt? Om als we nog een keer een eitje gaan eten, of openen, dat we het gaan doen zonder handen. Hoe open je een kindersurprise zonder handen? Dat is een hele goeie. Wat zit er in dat eitje? God. Ik ben wel benieuwd. Het is altijd troep. Het is altijd troep. En je kan het niet gebruiken. Er is nooit, hier zit nooit een aardappelschilmesje in ofzo. Of een microfoon, of een televisie ofzo. Iets waar je wat aan hebt. Het is altijd troep. Ja, ik snap dat het er ook niet in past, maar stel je voor dat hij gewoon even een briefje van 50 euro in zit. Daar heb je toch wat van, dat past er makkelijk in. Moet je wel een paar keer vouwen, maar in principe, er past ook gewoon een stapeltje van 2 euro, die passen erin. Misschien moeten ze dat ooit eens doen, weet je wat? Dat je gewoon 1 eitje per week, die is gevuld met een hele speciale prijs. Dat zou wel vet zijn. Oh mijn god. Meen je dit serieus? Ik denk dat dit een minion is. Ik weet wel zeker dat er eindelijk een minion in zit. Het klopt dus wel. Maar blijkbaar is er dus 1 surprise. Er is 1 eitje. Ik zie nu wat erop staat. In 1 ei op 3 zit een minion. Het is wel echt heel toevallig dat ik zeg maar bij het derde ei pas een minion tref. Dat wist ik helemaal niet. Als ik dat had gelezen, die tekst, dan was het dan spoiler. Want dan wist ik wat erin zat. Goed dat ik het niet heb gelezen, maar achteraf pas. Dan ben ik echt serieus. Oké, we hebben een minion. Oh, die is wel echt schattig. Kijk, hier hebben we hem voor gehaald. Oh mijn god, hij zit er gewoon compleet in. En dan zit er ook nog een ondergrond in. Maar ik pak altijd een instructieboekje. Maar ik denk dat ik dit keer zonder instructieboekje ga doen. Dit is een plateautje. En dan moet ik hem opzetten. En ja, hij kan op één manier kan hij erin. Hij heeft zo zeg maar op dat object heeft hij ook nog kleine schoentjes aan. Er zit een boekje bij, dan zie je nog meer wat voor meer figuren erbij zitten. Je hebt dus al uit verschillende soorten jaren heb je dus een minion. Een vampier en een koning en uit de jaren 60 en het ziet er echt tof uit. Ook uit de oertijd en dan zou deze dus uit de oertijd moeten komen. Nou, ik vind hem echt heel leuk. Vooral een plateautje dat hij gewoon lekker stevig ergens op kan staan op een kastje of zo. Ja, dames en heren, dit is eigenlijk niet echt een vaste serie. Maar omdat ik zeg maar van die eitjes had, dacht ik van misschien is het wel leuk om daar een video's van te maken. Maar blijkbaar vinden jullie het wel heel erg leuk als ik zulke video's maak. Wat ik totaal niet had verwacht. Ik dacht van nou ja, jullie gaan dislikes geven tot de max. En jullie denken van Vincent, wat ben je nou aan het doen? Maar blijkbaar vonden jullie het wel leuk dat ik af en toe zo'n eitje opende. En dat er ook van die leuke grappige dingetjes uitkomen. Maar in ieder geval doosjes op. Dus ik stel maar voor dat jullie gewoon gaan bepalen wat ik in de toekomst moet gaan doen. Moet ik nou nog meer van zulke eitjes gaan halen? Of moet ik andere soort eitjes gaan halen? Dat kan natuurlijk ook. Laat het weten in de comments wat je verder wilt zien. In ieder geval dan ga ik kijken of ik misschien wel nog een aflevering ga maken terwijl ik een eitje ga opeten. Tot de volgende keer. Wie weet, laat nogmaals een comment achter. Dat zou me heel erg helpen. Doei doeg!